Ik ben Jeroen Groenewegen. Wij hebben anderhalf jaar geleden een compoststal in gebruik genomen. En we hebben vooral de compoststal gebouwd voor een beter dierwelzijn. En uiteindelijk een betere bodemvruchtbaarheid van onze grond. Over de gezondheid van de dieren. Zelf de eerste ervaringen zijn nu na anderhalf jaar dat de gezondheid van de dieren beter is. We gebruiken minder antibiotica en de dieren voelen zich prettiger. De compost die hier zo gestrooid wordt, die blijft ongeveer een half jaar in de stal. En dan wordt die verzameld achter de stal. En wanneer ik het nodig heb, rijd ik het uit over het land. Compost brengt sowieso meer humus in de grond als een zaadsel of een strobed. Dus voor mijn grond is het vooral de humus toevoeging en het langzaam vrijkomen en dus minder vervluchtiging van stikstof. Vloeibare mest wordt gedeeltelijk afgezet en gedeeltelijk gebruiken we op grasland. En de compost wordt zowel op grasland als op bouwland gebruikt. We hebben nu bij wijze van experiment de compost over het geploegde land gestrooid. En dat doen we met een speciale strooier, zodat we niet over het geploegde land hoeven te rijden. En het idee daarachter is dat we nu meer lucht in de grond kunnen houden. Ik verwacht zelf van de compost die we op het land gebruiken dat het vooral meer humus in de grond brengt, waardoor mijn bodemleven beter gaat functioneren en uiteindelijk dus meer opbrengsten geeft. En dat het meer bemestende waarde heeft, denk ik zelf niet. Maar wel dat de stikstof en de fosfaat uit het product beter benutbaar wordt voor de planten.